Yo, yo, welkom bij me een nieuwe Sinterklaasverhaal, want dat is weer begonnen. Vandaag, voor mezelf, voor Sinterklaasverhaal bergzoek. Nou ja, daarvoor heb ik dit kostuum aan, want... we gaan cadeautjes inpakken. Maar dat doen alleen de Pieten. Ja, dat doen alleen maar de Pieten. Ik ben geen Piet, ik heb dit gekregen. Van hoofdpiet. En we gaan daar even eens contact mee opzoeken. Oké? Met de echte stoomboot. Oké? Ja? Oké. Nou, daarvoor moet ik wel even bellen. Oké, ja. Oké, dan even bellen. Oké. Goedendag. Mag ik Sinterklaas hebben, hoofdpiet? Ja? Oké. Even een ongeblik geduld, oké. Hey, goedendag Sinterklaas. Hey. Hoe gaat-ie? Goed? Ja. Ja, wij zitten hier in een gemeente land. Eigenlijk al heel erg op u te wachten. Ja. Ja. Ik ben op zoek. Ja, dat klopt. Oké. En wij zijn maar van het bergzoek, van Sinterklaas naar bergzoek. Inderdaad. Ja. Maar ja. Wat wilt u liedje horen van mij? Van alle kinderen van Nederland. Ja, maar dat komt nog zaterdag. Ja. Oh. Maar wilt u nu ook? Ja. Oh. Oké, kunnen we ook iets anders zeggen dan, ja. Nee, oh. Nee, oké. Ja, we gaan naar werk zetten. We gaan even een liedje voor u opzoeken. Als u even een ogenblik geduld hebt. Ja, oké. Dat is Sinterklaas. Hij ook even gevraagd voor een mooi liedje. Oké, we hebben even geduld. Dan kan ik jullie even bespreken. Over, want ik zit hier in de Pieterhuis van Sinterklaas. Even jeuken. Ja, maar... nu zit ik eigenlijk... Oké, even anders. Ik zit niet op in de Pieterhuis. Ik zit eigenlijk... Op de enige echte stoomboot van Sinterklaas. Echt waar. Grapje, nee, ik zit gewoon in een studio. Oké, even serieus, hè, of iets? Nee, ik zit natuurlijk in de studio. Van Bergenshoek. Echt waar. Pardon. Ja. Daarom moeten we wel even... Een liedje gaan opzoeken. Zo. Sinterklaas. Lied.
liedjes. In het glaas liedjes. Dat wordt best wel leuk. Straks gaan we contact met de stamboot opnemen. Sinterklaas zal eerst een liedje horen van ons. Dus dan ga ik het even overschakelen. En dan op de telefoon, als jullie had, mij zingen, dan hoort Sinterklaas jullie ook. Helemaal vanuit de stoomboot. Oké. Okay. Ik heb sneeuw. De sneeuwbus. Ja, die wou ook iemand kopen. Niet kopen. Die hebben wij gekocht voor kind. Voor een prank mee uit te halen. Dat voor kind. Van de YouTuber. Zijn YouTubers dus. Even kijken hoor. Even kijken. Hier in de klas. Waar bent u? Dag zin. Nou, dat willen we niet, hè? En ik laat hem komen, hè? Want stoom had. Even tot straks. Ja. Hier komt ie, Sinterklaas. Geen altijd wat. Lekkers. En hij vult de schoenen vanavond. Demo. Sinterklaas, poentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn lager. Dank u, Sinterklaasje. Ja, ze mogen wel echt meelezen, hoor. Sinterklaas moet, we kunnen niet meelezen, maar Sinterklaas wel. Een klas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn luisje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaas, hoorde u dat? Nog één? Oké. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt. Wie zal dat zijn? Ik mag gerust mijn kind. Ik ben een goede vriend. Ja joh. Zo doen we het. Sinterklaas, dat vind je dan goed? Wel? Ja, oké. Nou Sinterklaas, tot zaterdag. En ja, misschien wel tot straks. We gaan natuurlijk contact opnemen met u. Ja. Oké, tot zaterdag en misschien tot straks. Ja, later. Doei. Zo. Ik ben in Pieterhuis en ik bedoel in de studio en we hebben hier een hele mooie telefoon. Wat liedjes op. Dus ja, en we hebben liedjes op. Wat ik net al zei. Dus ja. Maar ja, we gaan nu even contact opnemen met Stoomboot. Sinterklaas ligt te slapen, kregen we ook net horen aan de telefoon.
Dat in de glaas ligt slaap. En van mij kreeg ik dat niet door, maar dat is ook, van moeder heb ik in mijn hoofd. Dus ja. Dus wat? Ja, ik kreeg een berichtje van de studio. Ja, wat? Ja. Oh, oké. Okay. Klaas? Wat? Sinterklaas ligt slapen? Oh, heb ik toch gelijk. Ja. Oké. Okay. Maar die kan ik dan wel contact houden. Mijn hoofdpiet. Oké, okay, ja. Dan gaan we daar even op bezoek. Ja. Doei. Oké, ik red het door dat Sinterklaas inderdaad licht slapen. Ik heb weer gelijk, altijd gelijk. Ja, nee. Dat is gek werk. Nee, ik ga gewoon dan... ga even... En dan gaan we weer... tot straks. En dan gaan we eens even contact opnemen met Stoomboot. Met de enige echte hoofdpiet. Doei. Zo, goeiedag. Het is een nationaal is weer begonnen. Ja, dat weten jullie al. Van Elvis natuurlijk. Ja, ja. Maar ik heb hier het grote boek. Van we gaan een cadeautje pakken. Ja, ja. Zeker. Oké, okay. Even kijken hoor. Even kijken, het zijn maar op de achterste. Dat zijn al de namen. Kijk maar. Oh, klok. Ah, hier hè. Ja. Nou, we gaan even lezen. Oké, okay, Luc Brammetje. Bram eigenlijk. Pieter Jan. Oké, okay, en Jan gewoon. Timo. Oké. Okay. En Stefan. Marian. Van de school van een darmbesteding. Dingen hoor. Van een dagbesteding. Ding, het kan zijn kleurrijk en Noordorp, staat er ook bij. Linda, die werkt ook bij Ypres de Bruggen. En Joy, die werkt ook bij de dorpsbesteding. En Noordorp, Lidia ook. En Jurgen ook. En die komen de kinderen erbij, hè? Ja, let op. Oké, okay. Bas, ja Bas is er ook. Bas, joh. Jelle, Maarten, Steven, Theo, Marwan, Rowan, Piet, Romy, Nicky, Dawn, Ricky. Tommy, Jo, Enzo, Lisa, Siska en Andrea. Dat zijn bekende namen voor de hoofdpiet, want ik ben de hoofdpiet. Ja, zeker. We gaan het weer inpakken hoe we het doen. Oké. Okay. We mogen eigenlijk in het boek kijken. Dat hebben jullie wel even gedaan. Zeg maar niet tegen Sinterklaas. En pak even het papier. Het mooiste papier wat er staat. Ik
Oké. Ja, ja. We moeten het geduld hebben. Nou, oh ja, ik heb de schaar gevonden. Voor de cadeautjes in te pakken. Ja, ja. Zeker. Oké, okay, we hebben hier een kaartpapier. Zo, dat lukt me niet helemaal voor te pakken. Nou ja, oké, ik heb het. Deze is, ik laat één keer dat zien. Deze is voor, kijk hoor. Er zit zoveel naam in het gele boekje. Wat is het? Voor 11 is het deze. Leuk joh. Dit gaan we even mooi inpakken. Zo we gewoon even oprollen joh. Zo kijk. We hebben het. Alleen nog even het belangrijkste is. Even ze krijgen 2 cadeautjes. Ja ja zeker. Zeker. Ja, ja, zeker. Even kijken waar Jurgen van hou. Daar weet ik ook wel iets van. Hij krijgt ook 2 cadeaus. Maar dan krijgt hij. Nou ja, ik kan het niet of niet bij. Maar ik moet dan wel even een plakband hebben. Oké, ik kan de plakband niet vinden, dus dat is een crisis nu. De P-type! Een vibe. Ja, ja. Ja, ik denk nu zo wel dat we de plakband gevonden hebben. Zo, zagen jullie dat? Sinterklaas lag te slapen. Dat had hij niet gefilmd.
onze cameramannen. De cameraman Piet. Ja, en de hoofdpiet was een plakband kwijt. Willen jullie ze helpen? Kan. Om een hele... om een goede tip achter te laten in de reacties. En dan denkt hij... oh, dan moet ik even gaan kijken. En dan gaat hij daar kijken. Oké? Okay? Nou ja. Ik heb wel elastiekjes gevonden. Mooi, hè? Ja. Hey! Nee, ik ben altijd bijna in slaap gevallen. Maar ja, we hebben. Ik kreeg wat van de hoofdpiet opgestuurd. De sneeuwbus. Om een kiemen. En er zat ook een brief bij, dat ging ik met jullie lezen. Oké, okay, ja, dat... Ja, dat ga ik even lezen natuurlijk. Moeten we even iets. Wat is daar hier in? Heb ik even overgeschreven in mijn agenda. Goedendag, Elwes. Van de Sinterklaas in Nabaarzoek. Sinterklaas. Heb en de Pieter. Waarom ze zo erg moe gisteren dat we vergeten aan het stuur gingen zitten. En toen kwam er opeens een hele storm. Alle cadeautjes zijn overboord geslagen. Behalve één. Die sneeuwbus. Die is de speedbus. Waar sneeuw uitkomt. Nep sneeuw. Wilt u... hierbij zijn. Zorgen dat die bij de intocht er nog is. Dat die er nog is. En wil jij aan alle kinderen vragen. Of alle kinderen. Dan wil hij helpen de pakjes opzoeken. Ja, dat was brief. Dus als al je volwassenen. En de kinderen mogen allemaal helpen voor de cadeautjes op te zoeken die op het strand liggen of overal kan die liggen. Oké? Okay. Dus ja, maar... we gaan morgen weer verder met een nieuw programma, hier. Want ja. We hebben net al contact genomen met de stoomboot. Maar dat betekent dat Sinterklaas nu wel is. Dus ja.
Mijn kat zegt jullie morgen weer bij een nieuwe Sinterklaas en Albuizoek video. Dus, en wat ik al zeg, later. En later.